met Gandalf spelen. De Sinterklaas Zwarte Piet al hangen. Dan hoop ik dat jullie dat zo kunnen zien. Hele goedemiddag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer zondag. En dan wel op 1 november. Ja, en we leven al 14 uur 24. Ik heb al het een en ander weer aan het scharren geweest. Ik heb de spullen weer voor het raam weg van Halloween. Hoe zeg je dat? De ene zegt Halloween, de andere zegt Halloween. Bloedhanden zijn al weg. Enkel het spooky hangt er nog. In het hoekie. Ja, die hangt er nog. Nou ja, dan moet ik voor klimmen. Nou, die moet ik maar voorzichtig doen. En ik ga nou zometeen ook eerst even met Rijka eruit. En dan zien we wel weer hoe we dat. Ja. Ja, meisje. We gaan zo liever. Ja, Gandalf is ook buiten en die zit in de tuin en dan willen ze naar elkaar toe. Ja, nou, komt zo wel. Nou, moet dat nou? Moet dat dan? Moet dat dan toch? Kijk, daar zit meneer. En die wil naar binnen en dan wil naar buiten. Holla! Kom dan. Het misert. En dan moet de deur vasthouden, anders wordt hij naar de containers toe. Kom dan. Kom maar. Gandalfie. Kom maar dan. Graag of niet hoor, ik blijf zo niet zitten. Vastje dikkempie. Hé, hey. Rijka, doe je nou lelijk? Gandalf heeft daar geen zin in. Gandalf, kom maar. Kom dan. Nee, kom je nou niet of wel? Nou, dan maar niet. En die kleine smicht, die zit daar. Boefke. Gosje. Ik weet niet hoe ik dat hebben moet. Ga je het weg? Ja. Nou, kom dan. Dit is echt zielig. Is dat niet goed, hè? Nee. Kom ik nou pas achter. Gandalf, kom dan. Zo, die is binnen. Nou, nummertje 2 nog. Nou, die nog. Maar ja, we gaan toch zo lopen. Oh, daar komt ze al. Ja, kom dan. Kleine smicht. Rijken met Gandalf spelen. Rijken met Gandalf spelen. Smeerpoets. Oh, wat ben je mooi. Lekker ding. Maar oké, okay, ja. Kom hier, Jackie. Prachtig. Oh, heerlijk.
Maar okay, ja, ik vergeet jullie helemaal welkom bij een nieuwe vlog van Corine en de Beestenboel te wensen. Ja, Beestenboel nummer 2. Maar de derde komt er alweer aan hoor. Ja, de derde komt er alweer aan en daar ben ik heel blij mee. Ja, maar dat zien jullie nog wel. Ja, de derde komt er weer aan. Dus dan heb ik weer een huis met 3 diertjes. Ja, die ene is niet een kleintje. Nee, dat is een grote. Ja, nou denk maar na wat dat gaat worden. Ja, komt helemaal goed. Maar dat zien jullie vanzelf. Ja hoor. Maar voor nu, ik ga lekker even met die dame daar lopen. En ik heb nog steeds last van die schouder, dat wil je niet weten. Maar ja, we gaan gewoon door met die banaan. En alles, ik zal niet. Mijn haar, ja, ik weet het niet. Ik dacht dat ik er net een of ander gat erin zat. Maar voor de spiegel leek het goed te zitten. Maar nee! Het schone kleren aan. Ga je niet je baggerpoten op mijn schoot. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, we spreken elkaar gewoon later weer. Ja, ik zal ook even op zolder gaan kijken wat ik daar ook kan doen. Wat ik beneden kan halen al aan kerstspullen. Want ja, en dan ga ik nog wat anders in zielen. En dat is deze twee heren. Die ga ik inzielen. En die komen nog voor het keukenraam te hangen. Dus ja, komt allemaal wel goed. Dat ga ik ook vandaag doen. Pakken we dat eventjes op het keukenraam. En dan gaan we, ja, ik moet even denken wanneer ik dat ga doen. Met de kerstspullen eigenlijk. Want ik moet ook andere dingen doen vandaag nog. Dus die kerstspullen, het is goed als we vroeg, hè. Iedereen doet het al wel, maar ik vind dat een beetje onzin, weet je. Je zit lang genoeg erin. Ik wacht er nog maar even mee. Maar het wordt wel naar beneden gehaald. Samen met Astrid doe ik dat even. Vele handen maken licht werk, zeg ik dan. En dan kruip ik de zolder op. En dan draai ik ook een trap naartoe, een vlieseltrap. En dan loop ik zo op met mijn stok. Helemaal geen ramp. Als je me vasthoudt, en dat doe ik ook, ja, en dan geef ik het haar aan en zij zet het in de kattenkamer. En dan haal ik hetgene naar beneden verder wat ik nodig heb op dat moment. En is het klaar, dan pak ik de stoellift en daar zet ik het op en dan komt het ook beneden, ja. Simpel zat. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. En geef even katoen. Ja, ik wil mijn kettingen anders gaan doen, denk ik. Ja, nou, komt straks wel. Moet er even om de kool heen, denk ik. Ja, maar ja, okay, komt goed. Ik zou zeggen, we spreken elkaar later. Doei! Ja, lieve vrienden, ik heb de Sinterklaas Zwarte Piet al hangen. Dan hoop ik dat jullie dat zo kunnen zien. Met Zwarte Piet is bij mij altijd welkom erop. Ja, ja, ja. Leuk toch? Ja, vind ik van wel. Dus dat hangt er al bij en ik heb koffie gemaakt. Een lekker bakje koffie en ik ga even nog switchen tussen de vlogs in doen, tussen de filmpjes. Dan kan die ook renderen. Ik heb hem zover al klaar aan moeten en ik heb nog die leuke dingetjes ertussen. Kijk. Ja, ik ben goed bezig. Ja, hé, Rijka? Ja nou, vrouwtje is goed bezig, hè meisje? Je bent moe, hè? Je doet er moe aan. Ja. Hoe komt dat? Hele nacht liggen te slapen. Hé. Hey. Hele nacht liggen te slapen en dan nog moe zijn. Oh, goeie. Hé, hey, oh, goeie. Ben lief. Ja, hé. Lekker ding. Ja, ik ben lekker ding. Ja. Ik ben lekker ding. Maar okay, lieve vriend, ik zou zeggen, hou vol goede moed, want dan doe je het pas goed. Ik ga lekker verder
En ik zeg tot straks. Ja, tot dan. Nou, lieve vrienden, ik heb het filmpje al richting YouTube. Dat is nou ook bezig. Ja, en ik heb dat kleine beetje even omgewassen. En dat staat aan deze kant. Maar ik ga daar vouwen. Nou, dat moet allemaal doorheen. En dit nog wat hierop hangt, dat is mijn vest, die hoeft niet. Astrid die had ook wat meegenomen naar beneden. Dat moet weer naar boven. Het moet al opgevouwen worden, maar dat vouw ik boven gewoon op. En dat moet in, dat is voor boven. Want boven heb ik ook wel eens wat af te drogen. Zoals de bakjes van de dieren die daar ook staan. Nou ja, dat moet ook schoongemaakt worden. Maar dat doe ik dan boven, gewoon bij de wastafel. In de schuursponsje. En dan droog ik het ook weer netjes af. En die theedoek hangt dan in de douche. Ja. En dit zijn dan kapotte handdoeken, rafelrostjes en alles. Nou, die heb ik meer van. En dat gaat in de oude bureau die ik ook boven heb staan. En dat is een mooi dweiltje als er eentje gespuugd heeft of wat dan ook. Weet je, dat moet weer naar boven toe. Ja, dan hoef je niet iedere keer naar beneden te lopen, dit en dat. Oh nee, daar hou ik niet van. Gewoon kattenbenodigdheden voor boven moet boven en wat beneden moet beneden. Ja. Dus ja, ik heb het nog druk. Zoals jullie het beseffen. En dat wil ik ook even klaar hebben. Dus het komt allemaal goed. En ik hou gewoon vol goede moed. Ja, dat komt allemaal wel gebakken. Ja. Dus ik zou zeggen, we spreken elkaar later. Doei! Ja, lieve vrienden, ik ben net klaar met wasgoed opvouwen. Oké, ik heb tussendoor duo bellen gehad van Karin met filmen. Maar het is in ieder geval nu bijna 6 uur. Het is 17:53. En met het videobellen, ja, dan kan ik niet verder aan het werk. Maar ja, dat is allemaal met de dingen die nog komen gaan voor jullie. Ja, ik zeg lekker nog niks. Nee. Ik hou me nog lekker even stil. Ja, vind ik wel leuk. Jij ook, hè? Reka. Jij ook, hè? Ja. Jij houdt je ook lekker stil, hè? Ja, joh, jij weet het ook al, hè, wat er komen gaat. Ja. Hé? Moeg kind toch. Maar in ieder geval, de poel is weer opgeredderd. Ik vond 3 theedoeken wat naar boven moest ook. En dan dat handdoekje, nou, dat neem ik vanavond mooi mee naar boven. Die kan ook weer op zijn plek. Wat moet dat reiken? Die moet hier. Ik heb hier nog lekker een beetje snack van gisteren over. Dat eet ik straks. Dat is lekker, lekker, lekker. En ja, het is straks eerst weer tijd om met die dame te gaan lopen. Maar ik ga eerst eventjes een bakje koffie doen. Want ik stik van het dorst. Ja. Ik heb er wel 2 gehad vanmiddag. Maar voor mij te weinig. Ja. Dus ik ga lekker een bakje koffie maken. En ik zou zeggen... Voor jullie smakelijk eten, bon appetit en een hele fijne liefdevolle avond gewenst. En voor later natuurlijk wel trusten, lekker slapen met mooie dromen. En uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen, want dat moet je wel doen, hè. Ja, want als je ziek wordt, dat is ook maar niks. Nee, kan je niet meer naar je werk en niet leuke dingen doen. Oké, de boel is hier en daar wel dicht, maar dan zie je toch andere leuke dingen. Ik bedoel, er zijn genoeg leuke dingen. De natuur in, wandelen met mooi droog weer. Ook al is het grijs en grauw, gewoon erop uitgaan. Maar ja, regent het. Nou ja, dan verzin je toch iets voor de thuis, iets leuks. Ja, een boekje lezen als je daarvan houdt. Of filmpje kijken als je daarvan houdt. Er is genoeg te doen. En dan ga je juist maar opnieuw schilderen als je een eigen huis hebt. Ja. Ten huwelijk hoef je het niet te doen, nee. Ja, van binnen moet jij het doen. Nou ja, wie helpt mij? Ik heb trouwens ook dat geld er niet voor, maar in ieder geval zou ik het hebben. Wie zou mij willen helpen? Er is toch niemand die mij wilt helpen? Nee. Voor gratis, hè? Voor niets gaat de zon op, zeggen ze. Maar ik bedoel, je kan eten krijgen bij me, je kan koffie krijgen bij me, of een bakje thee, het is maar net wat jij lust. Maar geld heb ik er ook niet voor, nee.
Maar oké, dat is net zo min met die rotvloer. Ik schaam me aan de ene kant ervoor en aan de andere kant denk ik, ja, ik heb het verder netjes in mijn huis. En als het is gewoon netjes en dat is kapot, maar ik heb daar ook het geld niet voor om dat te vervangen. Nee, maar oké, ik zou zeggen, geniet van alles en tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei!